De Irenestraat, de bekendste straat van Goorle, kleurt dit jaar niet oranje. Al vanaf 1998 versieren de bewoners de straat en wordt er met meer dan 100 man naar de WK-wedstrijden gekeken. Toon van der Pol is altijd al betrokken geweest bij het versieren van de straat. Dat het feest dit jaar niet doorgaat, heeft volgens hem verschillende redenen. Nee, het is de organisatie die zat niet meer op één lijn. Onderling irritaties en er is iets met geld gebeurd. En we zijn eigenlijk te groot geworden. Die grootsheid bracht voor alle bewoners een hoop verplichtingen met zich mee. Het is veel werk ook. Hè. Veel mensen zien het niet, maar het is niet één weekend natuurlijk. Het is vele weken, zeg maar tot aan het WK toe eigenlijk. En ik was ook altijd strikt om te helpen. Dus ja, enerzijds is het wel jammer natuurlijk, maar ik vind het niet zo erg. Versieren betekent in dit geval namelijk niet zomaar het ophangen van slingers en ballonnen. Je koopt vlaggen en zeilen, 1000 vierkante meter. Dat is allemaal sponsoring. Nou, er werd hier een afdak gemaakt en er werd daarvoor een beamer geïnstalleerd en een scherm. En dan voor op straat een grote tent met tap en alles wat nodig was om een feestje aan te maken. En dat feestje was niet alleen voor de bewoners van de Irenestraat bedoeld. Het was best wel een leuk idee om de hele straat oranje te maken. En gewoon met mensen bij elkaar te komen, maar ja, jammer. Om met zoveel mensen bij elkaar te komen, heb je eerst toestemming van de gemeente nodig. Nou, als ze aan de eisen van de vergunning voldoen, krijgen ze natuurlijk een vergunning. Dat is tot nu toe ieder jaar geweest. We hebben daar in het eerste jaar wat overleg over gehad. En daar hebben ze toen keurig aan voldaan. Dus als ze weer op zo'n manier dat hadden gevraagd, zouden ze dat natuurlijk krijgen, ja. Aan de gemeente heeft het in ieder geval niet gelegen. De burgemeester vindt het uiteraard wel erg jammer. Ja, in die straat was daar echt heel veel activiteit rondom het gebeuren van voetbal. En dat betekende dat de buurtbewoners daar ook heel veel samen optrokken. In ieder geval was het in die jaren dat ze het hebben gedaan heel leuk. De versiering zal minimaal zijn, maar het WK wordt hoe dan ook gevolgd. Sowieso, ik nodig gewoon mijn vrienden uit, dan is het ook zo. Ik denk gewoon lang uit op de bank. Okay. Denk ik. Kan er van alles veranderen. De bewoners leven zo toch vol goede moed naar het WK toe.